nog een glorieuze dag als Spider-Man. Ben die naam nog steeds niet gewend. Meestal overdrijven ze als er wordt gezegd dat iemands leven in een dag veranderd is. Maar bij mij is het eigenlijk waar. Het begon allemaal een paar weken geleden, daar beneden. Oscorp Industries, 's werelds eerste chemische onderzoeksfaciliteit. Mijn klas was op een excursie. Naam? Peter Parker. P als in palladium, E als in elektron, okay, T als in... Oké, je staat op de lijst. Huh? Hier is je kaart. Wauw, mijn eigen Oscorp identificatiekaart. Ik ben net scheikundig agent, dubbel helix 7. En je bent ook echt heel vreemd aan het doen. Dat is Harry Osborn, mijn beste vriend. Dit is het eerste jaar dat we niet bij elkaar op school zitten, omdat hij is toegelaten tot een school voor genieën, Horizon High. Maar hij is hier vandaag, omdat, moet je horen, zijn vader is de eigenaar van deze plek. Harry, hoe word je niet gek van enthousiasme? Je bent een scheikunde nerd. We gaan de meest geavanceerde uitrusting in de hele wereld zien. Het is het bedrijf van mijn vader, Piet. Het is net alsof we op excursie zouden gaan naar je tante mee naar een breibedrijf. Ik heb niks gedaan! Blijf kalm. Blijf kalm. Er is een uitbraak. Is het een reactorsmelting? Gamma-straling? Asgardian nog iets, nog iets? Wat experimentele spinnen zijn ontsnapt. Jullie zijn niet in gevaar. We zijn ze nu weer aan het opsporen. Spinnen? En ik begon me al zorgen te maken. Parker! Kun je alsjeblieft uit de problemen blijven? Sorry, meneer Smite. Harry, ik dacht dat Methan High van je af was. Maar als je toch zo graag mee wilt, vorm dan maar een tweetal met mijn zoon Alistair. Peter's excursiepartner is Liz Allen. Liz, hou hem een beetje gedijst. Onze tour gaat zo beginnen. Ja, meneer. Welkom iedereen bij Oscorp Industries, 's werelds eerste chemische onderzoeksfaciliteit en elektronica-fabrikant. Sorry. Dat is oké. Ik neem aan dat jullie allemaal zo enthousiast zijn als deze jongeman om zulke geavanceerde technologie te kunnen gebruiken. Maar technologie is niet alles. Als je een echte wetenschapper bent, kun je alles oplossen met dit. Door middel van de 5 wetenschappelijke methodes. En die zijn natuurlijk... observatie, hypothese, voorspelling, experimentatie en conclusie. Sorry. Meneer Parker, nog een uitbarsting en ik schop je naar de maan. Nou, wetenschappelijk gezien, meneer Smite, is dat niet echt mogelijk. Dat is genoeg, meneer Osborn. Ik zal zeggen dat het enige dat een wetenschapper van slag maakt, iets genaamd toeval is. Wanneer een evenement geen wetenschappelijke vloei of uitleg heeft. Dus, wie wilt als eerste onze nieuwe robot uitproberen? Harry, wat dacht je van jij en jouw partner? Dat is het moment dat een paar unieke gebeurtenissen... Waarom laat je Piet's groep niet eerst gaan? Hij is hier echt fan van. Zo perfect met elkaar aansluiten. Wacht, ik ben linkshandig. Ruil met mij. Dat de uitkomst een gebeurtenis van ongewone omvang is. Auw! Ik voel me niet zo lekker. Alles oké, Piet? Weet ik niet. Waar is het? Door de gang en dan naar rechts. Nee, wacht. Die is buiten gebruik. Huh? Wat gebeurt er nou weer?